kijkers, Tieskeps. Leuk dat jullie kijken naar deze challenge video. In deze video gaan we melk met zout drinken en dat schijnt fucking goor te zijn. En ik heb nog nooit een challenge gedaan, dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken en hoeveel likes jullie gaan doen als jullie natuurlijk meer challenges willen. Dus ik ben heel benieuwd. Dames en heren, we hebben halfvolle melk en we hebben zout. En vandaag gaan we dus gewoon die challenge doen. Mochten jullie meer challenges willen, laat dan een challenge achter in de beschrijving die wij moeten gaan doen. En dan ga ik gewoon een glas met melk inschenken en dan ga ik daar gewoon zout in doen. Nou, we hebben nu dus een glas met melk. Wij pakken onze zout erbij. En die gaan wij daar gewoon in doen. Zien jullie dat zitten, het zout? Doe gewoon nog meer, joh. Oké. Nou, jullie zien nou dus het zout in de melk zitten. Het ziet er best wel goor uit. Ik ga even een lepel pakken om het even te roeren. En dan zie ik jullie zo terug. Zo, dan doen we het even roeren, zodat ook daadwerkelijk overal zout zit. Holy shit, het is vet dik geworden, die melk, joh. Het is vet dik geworden of zo. Holy shit. Oh my god. Gadverdamme. Oké, nou, zout is dus sowieso best wel slecht voor je in grote hoeveelheden. We hebben nou ongeveer 10 gram zout erin gedaan of zo. Dat is best wel veel. Ik bedoel, je kan er zoveel in doen, maar volgens mij merk je niet zo heel veel verschil. Dus we gaan gewoon de melk met het zout drinken. Nou, ik heb hier sowieso ook een glas water klaarstaan, mocht het fout gaan. En we gaan het gewoon drinken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het is. Holy shit. Oh my god. Oh my god. Dit is fucking goor. Maar ik ga gewoon het hele glas melk opdrinken. Ik bedoel, anders is het geen challenge. Oh my fucking god. Dit is zo goor. Doe dit alsjeblieft niet na, want dit is echt heel goor. Je proeft ook helemaal geen melk. Je proeft alleen maar zout. En dit is een fucking gore combinatie. Ik weet niet, what the fuck? Ugh. Ugh. Gadverdamme, jongen. Zo goor. Oké, dit is dus het onderste beetje. Hier zit dus ook het meeste zout in, want dat zout is allemaal naar beneden gezakt. Ik bedoel, dat zou vrij logisch zijn. Ik tril ook helemaal, joh. Het is vet goor. Gadverdamme. Dames en heren, hebben jullie nog ideeën voor challenges? Laat ze dan achter in de beschrijving. En doe vooral even een like als je deze video leuk vond. Bedankt voor de 20.000 abonnees. Het was nog niet de 20.000 abonnees special. Hebben jullie nog ideeën voor die special? Laat ze zeker weten achter in de comments. En oh my god. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze challenge video. Ik zie jullie de volgende keer in een nieuwe video. Later. Gadverdamme.